Instructie Tresiba FlexTouch Uw pen is ontworpen voor gebruik met Novo Fine naalden. Tresiba FlexTouch is beschikbaar in twee sterktes. Een donkergroene pen met een maximum van 160 eenheden per injectie en een lichtgroene pen met een maximum van 80 eenheden per injectie. Controleer voordat u begint de naam en sterkte op het etiket om er zeker van te zijn dat u de juiste insulinesoort en sterkte heeft. Haal de pendop van de pen. Controleer of de insuline in de pen helder en kleurloos is. Neem voor iedere injectie een nieuwe naald en verwijder het papieren afdekplaatje. Druk de naald recht op de pen. Draai de naald stevig vast. Haal het buitenste naaldkapje eraf en bewaar deze voor later. Verwijder het binnenste naalddopje en gooi dit weg. Controleer altijd de insulinetoevoer voordat u begint. Draai de instelknop om twee eenheden in te stellen. Controleer of het dosisafleesvenster 2 aangeeft. Houd de pen met de naald naar boven gericht en tik een paar maal zacht tegen de bovenkant van de pen om eventuele luchtbelletjes naar boven te laten gaan. Druk de toedieningsknop in en houd deze ingedrukt tot het dosisafleesvenster weer op nul staat. Er moet nu een druppel insuline aan de naaldpunt verschijnen. Als er geen druppel verschijnt, herhaal deze stappen dan. Verschijnt er na zes keer nog steeds geen druppel? Verwissel dan de naald en herhaal deze stappen opnieuw. Draai de instelknop om de dosis die u nodig heeft in te stellen, zoals voorgeschreven door uw arts of verpleegkundige. Het dosisafleesvenster toont de ingestelde dosis in eenheden. Herbereken de dosis niet. Als u een verkeerde dosis instelt, kunt u de instelknop naar voren of naar achteren draaien om alsnog de juiste dosis in te stellen. Steek de naald in uw huid op de manier die uw arts of verpleegkundige u heeft laten zien. Zorg dat u het dosisafleesvenster kunt zien. Houd de toedieningsknop ingedrukt totdat het dosisafleesvenster weer op 0 staat. Het cijfer 0 moet nu op één lijn staan met de aanwijspijl. U hoort of voelt nu mogelijk een klik. Laat de naald minstens 6 seconden onder de huid om er zeker van te zijn dat u de volledige dosis krijgt. Trek de naald en pen recht omhoog uit uw huid. U ziet mogelijk een druppel insuline aan de naaldpunt. Dit is normaal en heeft geen invloed op uw dosis. Plaats de naaldpunt in het buitenste naaldkapje. Schroef de naald los en gooi deze op zorgvuldige wijze weg. Plaats na elk gebruik de pendop terug op uw pen ter bescherming van de insuline tegen licht.